Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. En ik mag u wel verklappen, dit wordt een mooie Bijbelstudie. Het gaat namelijk over iemand die ik van harte lief heb. Jezus van Nazareth. Over hem wil ik gaan vertellen. U zou best dat lied kennen waar ik de woorden van ga voorlezen. Welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede. Dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat we niet brengen in het gebed tot onze Heer. Ik wil ook graag vanuit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, vers 31 tot 33 lezen. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en ge zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zo dus Allerhoogste genoemd worden, en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Prachtige woorden die de engel Gabriël aan Maria meedeelt. Zij zal een zoon baren en hij zal de naam krijgen Jezus. Vele mensen hebben die naam gehoord. Vele mensen gebruiken die naam ook als een vloekwoord of als een stopwoord. Maar ik vraag me af hoeveel mensen weten eigenlijk wie die Jezus van Nazareth is. Ik denk heel weinig mensen. En daarom heb ik het op mijn hart om u nou eens vanuit dat woord van God te laten zien wie die Jezus van Nazareth is. Voor mij is die heel erg dierbaar, want ik heb hem persoonlijk leren kennen. Als mijn verlosser, als mijn koning, als mijn Heer en als God. Die Jezus die ons vrienden noemt. En daarom begon ik ook met welke vriend is onze Jezus. Dus ik ga u iets vertellen over mijn dierbaarste vriend die ik bezit, Jezus. Als inleiding voor deze studie het volgende. Wanneer een mens de Bijbel leest, dan zal hij er snel achter komen dat er één centraal persoon steeds op de voorgrond treedt. En dat is Jezus van Nazareth. De Christus, zoals hij uit het Grieks vertaald wordt, of Messias vanuit het Hebreeuws. En in het Nederlands gezalfde. Dit is zo, beide in het Oude en in het Nieuwe Testament. Het woord Jezus komt 979 keer voor in het Nieuwe Testament. Dit is de naam wat als eerste op aarde gegeven is aan de Zoon van God. Ik heb het net gelezen in Lucas 1 vers 31 tot 33. Maar u vindt het voor de eerste keer in Matteüs hoofdstuk 1 vers 21. Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse woord Jehoshua, wat als Jozua 215 keer beschreven wordt. En dat betekent zaligmaker of God die onze zaligmaker is. Prachtig wat die naam inhoudt. Het volgende belangrijke punt wat ik wil maken is dat Christus en het echte christendom zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Als we bijvoorbeeld de naam van Boeddha wegnemen van het boeddhisme, zo ook met Mohammed van zijn groep, dan zal de leerstelling van deze beide godsdiensten nog ongeschonden blijven. Hun praktische waarde voor zover die er is,
zal niet bedreigd of verhinderd worden. Maar neemt hij uit het christendom de naam en de persoon van Jezus de gezalfde weg, wat houden wij dan over? Niets. Het hele bestaan en kracht van het christelijk geloof zijn in Jezus geconcentreerd. Zonder hem is er absoluut niks. Het verschrikkelijkste en meest verwoestende feit in het ganse heelal is de zonde. Dit heeft de aarde en de natuur van de mens omgekeerd en zijn innerlijke vrede verwoest. Dit heeft hem van zijn adel beroofd en hem slaaf van de duivel gemaakt. De mens heeft iemand nodig gehad die hem uit deze toestand kon verlossen. Hem uit de greep van de duivel kon bevrijden. En voor hem de deur van de gevangenis kon openen. De mens zelf was te hulpeloos om dit voor zichzelf te doen. Door de eeuwen heen heeft de primitieve mens gevraagd: hoe zal ik hier uitkomen? Hoe kan ik beter worden? Wat moet ik doen? Waarheen moet ik mij wenden? Hoe kan ik verlost worden van deze slavernij en ziekte? Is er een weg? Wie kan mij helpen? De duivel was zelf voldaan met zijn machtige overwinning in de tuin van Edom. Moet je voorstellen dat al de demonen in de hel hebben gelachen en ze hebben gespot. Want ze hebben de schepping van God naar zijn beeld en gelijkenis, de mens Ha-Adam, verleid tot zonde en de overeenkomst tussen God verbroken. Zonder een directe ingreep van God was dit een onmogelijke toestand. God is namelijk liefde, maar hij is ook rechtvaardig. En zijn wet was, als dat de mens zou zondigen, moest hij lichamelijk sterven. De mens heeft gezondigd. Hij was opzettelijk ongehoorzaam aan God. De mens moest dus sterven. Zo niet, dan zou God een leugenaar geweest zijn. Want hij kan nooit zijn woord breken. Er moest dus een weg gevonden worden. Want de mens was hulpeloos en verloren. Hij was zelfs vijandig tegenover God. Zijn verstand verduisterd en zijn hart verhard door de zonde. Maar zelfs in de tuin van Eden, na de val van de mens, heeft God hem in het begin geleerd dat de mens, let op, door plaatsvervanging gered kon worden. Iemand anders zou de rekening betalen voor de verlossing van de mens. Maar hoe zou de mens weer terug kunnen gebracht worden naar zijn onschuldige staat zonder dat God onrechtvaardig zal zijn? Hoe kon God rechtvaardig zijn en toch de zondige mens rechtvaardig verklaren? De ene mens kon de andere niet helpen, want allen lijden aan dezelfde ziekte. Ze hadden allen gezondigd en ontbrak hun aan de heerlijkheid van God. Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Dus u en ik, kijker en luisteraar, zijn niet rechtvaardig van onszelf, al denken we dat soms. Nee, de enigste oplossing was dat iemand die onschuldig was, zich vrijwillig moest aanbieden om als plaatsvervanger voor God te sterven. Deze onschuldige persoon zou de mens zijn schuld, let op, straf en dood moeten dragen. Hij zou moeten komen om de gevangenis voor de duivel te openen. Hij moest de dood, het graf en de hel proeven. Maar zou zo iemand gevonden kunnen worden? Er was niemand... in de hemel of op de aarde, dan behalve de Zoon van God. Want Hij alleen was oneindig groot
en machtig om plaatsvervanger voor ons allemaal te kunnen worden. Het is over hem dat deze studie gaat. Hij moest als mens komen en toch ook God zijn, om beide, de mens en God, weer bij elkaar te brengen. Hij moest komen worstelen met de zonden en Satan. De zielsvijand van de mens moest hij verslaan. Hij zou moeten komen om de banden los te maken en de gevangenen vrij te laten, door er een prijs voor te betalen. Die prijs zal zijn zijn eigen kostbaar bloed. Dank God, voor eeuwig en altijd. De Zoon van God heeft die uitdaging aanvaard. Een mens geworden, door als een kind geboren te worden, en ze hebben hem Jezus genoemd. Hij is gekomen om u en mijn plaats in te nemen. Van zijn wieg tot aan het kruis had hij maar één doel voor ogen, en dat was om te sterven. Er is geen andere weg om gered te worden van zonden of van de hel, zonder uzelf met Christus en het kruis te vereenzelvigen. De wereld zal nooit vrede vinden totdat het komt tot het kruis van Jezus van Nazareth, die ook Messias genoemd wordt, de gezalfde. U zult nooit vrede met God kennen of vrede met uw geweten, van verstand en vrede in uw ziel, totdat u aan de voet van het kruis komt staan en u zich met Christus vereenzelft door het geloof. Dit is het geheim van vrede. Deze Jezus van Nazareth is aan het kruis gestorven voor de zonden van de wereld. Op de derde dag is hij opgestaan, opgevaren naar de hemel om te gaan zitten aan de rechterhand van God, waarvan hij spoedig weer zal terugkeren naar deze aarde om voor 1000 jaar te regeren. En zelfs de natuur terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat, zoals die was in de dagen van het paradijs. Daarvoor ben ik begonnen met hoofdstuk 1 van Lucas, om te laten zien dat die Jezus van Nazareth weer terug zal keren naar de aarde om over zijn volk Israël te gaan regeren op de troon van zijn vader David. Nu gaan we eens kijken naar belangrijke vragen. Het Nieuwe Testament is het enige oorspronkelijk verslag van het bestaan en leringen van Jezus de Messias. Heeft Jezus van Nazareth waarlijk daarop aanspraak gemaakt dat hij God is, geopenbaard in het vlees, zoals het christendom dit in het algemeen huldigt? Kon het misschien niet zo zijn dat hij alleen die ene was die speciaal door God gestuurd was, maar niet God zelf? Was hij de goddelijke, ongeschapen tweede persoon van een eeuwige godheid? Of was hij het hoogst geschapen wezen, niet gelijk aan God, maar ondergeschikt aan God, hoewel hij een verheven positie samen met hem bekleedde? Waarom is dit zo belangrijk, zullen sommigen vragen. We zeggen ja, het is een zaak van levensbelang. Als Jezus, de Messias, God is, dan moeten wij hem ook die aanbidding geven die God toekomt. Indien wij dit niet doen, zullen wij God beledigen. Indien Jezus, de Messias, God niet is, dan zullen wij door hem te aanbidden alsof hij God was, hoe hoog of verheven hij ook mag zijn, beiden lastering en afgoderij plegen. Indien Jezus de Messias God is, dan is hij een oneindig wezen, is er tussen hem en de hoogst geschapene wezen een kloof van een oneindige afmeting. Als Jezus de Messias God niet is, dan maakt het niet uit hoe een verheven wezen hij is en onze voorstelling die wij van hem maken. Het zal nochtans tussen hem en de eeuwige God een oneindig gat bestaan. Er kunnen geen verschillende graden van de godheid zijn. Jezus, de Messias,
was God of hij was God niet? Hoe zullen we weten welke beschouwing echt is? Alleen de Heilige Geest zelf, ons onder wiens inspiratie de Bijbel geschreven is, zou ons de zaak kunnen verklaren. Want we moeten ons beschouwen op de Heilige Schrift alleen laten berusten. Hierop en op niets anders. Niet wat mensen denken, niet wat mensen zeggen. En vooral niet wat het Jodendom en de moslims van hem zeggen. Hierin moeten we drie zeer belangrijke beginselen nakomen. Het eerste beginsel. Het is absoluut noodzakelijk dat we een eerlijk en een open hart moeten hebben, wat gewillig is om door de waarheid te worden overtuigd. Jezus van Nazareth heeft gezegd, indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan ik uit mezelf spreek. Johannes 7, vers 17. Dat is heel belangrijk. Een eerlijk en een open hart en mind. Punt 2. Voor een correcte verklaring moet een schriftgedeelte in zijn verband beschouwd worden, zodat hij met andere schriften overeenkomt. Dit over hetzelfde onderwerp gaan, doen we dit niet, dan kunnen we uit de Bijbel uithalen wat we zelf willen. En dat doet de theologie meer dan 2000 jaar. Hun eigen interpretatie geven aan het woord van God. Vandaar dat het christendom in zo'n hopeloze situatie zit. Hoeveel soorten kerken en groepen hebben we niet te veel om op te noemen? En ze zeggen allemaal te geloven in Jezus van Nazareth. Maar dat komt niet overeen wat ik in punt 2 zit voor te lezen. Punt 3. Wij moeten ons onderzoek benaderen met een nederig gebed tot God om ons verstand te verlichten. Psalm 25 vers 5 leert ons, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Met deze woorden doe ik dan ook deze studie. Dan gaan we eens kijken naar de verschijning van God aan de mensen in het Oude Testament. Dus we gaan eerst naar het Oude Testament voordat we later overgaan naar het Nieuwe. De kerkvader Augustinus heeft gezegd, het Nieuwe is in het Oude verborgen. Het Oude is in het Nieuwe geopenbaard. Prachtige uitspraak waar ik me helemaal in kan vinden. Door het lezen van het Oude Testament bereiden wij ons voor op het Nieuwe. Wat wij in de volle aarde vinden in het Nieuwe is een zandkorrel, een zaadkorrel in de grond van het Oude. Het zaadje is soms klein, misschien verborgen, gehuld in geheimzinnigheid, maar het is er. Dit is vooral waar het aangaande Jezus van Nazareth. Dit was gedurende de gedenkwaardige wandeling bij de Emmausgangers ook zo. Lucas 24 vers 27 zegt ons, en hij, Jezus, begon bij Mozes en bij de profeten en legde hen uit al wat in de schriften op hem betrekking had. Hij legde die Emmausgangers uit wie hij was aan de hand van Mozes, profeten en psalmen. Wanneer wij beginnen te zoeken naar wie hij werkelijk is, moeten wij verwachten dat het Oude Testament voor ons dit pad zal aanwijzen, wat zal leiden naar de waarheid en ons genoeglijk zal voorbereiden voor de volledige openbaring die zal volgen. Elke Israëliet, ik ben een Israëliet uit een van die verloren stammen van Israël, heeft vanuit de Heilige Schrift geweten dat de mens niet was toegestaan om God te zien. Dus onze voorvader was het niet toegestaan dat zij God konden zien. Hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. Dat staat in Exodus 33 vers 20. Hiermee stemt het Nieuwe Testament overeen.
Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Die alleen onsterfelijkheid heeft en ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij de eer en kracht. Amen. Dat staat in 1 Timotheus 6, vers 16. In het voor ons liggende is het van noodzakelijk belang om uit te vinden wie die ene was die aan Abraham verschenen is als de God der heerlijkheid. Zo staat het in Handelingen 7, vers 2. En ook aan Hagar in de woestijn, waar de engel des Heren in hoofdletters is vertaald met het Hebreeuws Yahweh, en zij hebben getuigd, let op, gij zijt een God des aanziens, want zij zeiden zij, ik heb hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet. Genesis 16, vers 13. En ook aan Jacob bij Pniel, toen hij gezegd heeft, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven behouden. Genesis 32, vers 30. En ook aan Mozes bij de brandende mond Brambos. Want daar werd gezegd, ik ben, zoals Mozes zijn aangezicht verborgen heeft, want hij was bevreesd om God te aanschouwen. En ook aan Jozua, nabij Jericho, de hooggeleerde van Yahweh, zodat hij met zijn aangezicht naar de aarde voor hem neerboog. Jozua 5, vers 14. Maar ook aan Gideon, bij de terebint van Ofra, wat eerst beschreven is, let op, als de engel des Heren, en toen later weer als Heren. U vindt dat in richtingen 6, vers 11 en vers 14. En Manoach en zijn vrouw, de ouders van Simson, die wierpen zich op hun aangezicht ter aarde. Manoach zei het tot zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want we hebben God gezien. U vindt dat in richtingen 13, vers 20 en 22. Hier vindt u een paar teksten die heel erg belangrijk zijn vanuit het Oude Testament, waarvan de mensen dachten dat ze God hadden gezien en dat ze zouden sterven. Nou, dat stond ook in de eerste beginselen van Genesis, dat God zich nooit aan de mens zou kunnen laten zien, want ze zouden onmiddellijk sterven. En toch hebben ze God gezien. Dus er moet iets anders aan de hand zijn wat heel erg belangrijk is. Deze voorvallen uit de geschiedenis van het Oude Testament moeten zeer belangrijke vragen in onze gedachten doen opwellen. Het is erg duidelijk dat deze godvrezende mensen oversteld waren van vrees, want zij waren ervan overtuigd dat zij God gezien hadden. Zij hebben van hun overtuiging getuigd en de schrift bevestigd. Dit zonder dit te verklaren. Sommigen hebben geloofd dat zij zouden sterven en ze waren verbaasd toen dat niet gebeurde. Maar hun opluchting was toen zij gespaard bleven. Heeft niet hun overtuiging verminderd dat zij werkelijk God gezien hadden of zich verbaasd hadden over hoe dit kon gebeuren. Dat zij hem gezien hadden en toch in leven zijn gebleven. Als zij God niet gezien hadden, waarom zegt de schrift dat zij hem gezien hebben? En als zij God gezien hebben, waarom zijn zij niet gestorven? Volgens Exodus 33, vers 20, waar dat staat. Waarom wordt die ene die bij Gideon verschenen is, het ene ogenblik beschreven als de engel des Heren, en het andere ogenblik als Heer zelf? Waarom vinden we de oude aartsvader Jacob, dat hij aan de ene kant van God gelijkgesteld aan de engel die hem verlost heeft, en dan weer aan de andere kant, toen hij de zoon van Jozef gezegend heeft, zegt, God, voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben, God, die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. En nou komt het, de engel, met een hoofdletter, die mij verlost heeft uit alle nood, zegende deze jongeling. Hoofdstuk 48, vers 15 en 16. Ik moet zeggen, jongelingen. Het ging om meer kinderen. Waarom heeft deze engel aan Mozes en Jozua bevolen hun schoenen uit te trekken?
Waarom heeft hij toegestaan dat Jozua hem aanbad? U vindt dat in Jozua 5 vers 14. Maar toen de apostel Johannes voor de engel neergevallen is om hem te aanbidden, toen zei hij, doe dit niet, aanbid God. Dat staat in Openbaring 19 vers 10. De persoon van Jezus van Nazareth, die de Christus, de Messias is, geeft aan ons de enige oplossing van dit raadsel, van het schijnbare verschijning van God in het Oude Testament in de persoon van de geheimzinnige engel van het verbond. Hij is de persoon die in het begin bij God was, zoals we dat kunnen lezen in Johannes 1 van het Evangelie vers 2. Zijn heerlijkheid en gedeeld heeft voordat de wereld er was, zo staat er in Johannes 17 vers 5. Indien deze engel des Heren, of engel van het verbond, zoals hij ook genoemd wordt, de Zoon van God was, dan is één ding duidelijk. Dus de manifestatie of de verschijning van de Zoon wordt in het Oude Testament aangeboden of voorgesteld als de verschijning van God en verklaart aan ons waarom Jezus van Nazareth in het Nieuwe Testament gezegd heeft, Hij die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Johannes 14 vers 9. Het feit dat deze engel des Heren ook Heer genoemd wordt, leidt ons om de vraag te stellen of de naam Heer niet op de Zoon, zowel op de Vader van toepassing is. Dit zal de vele gedeelten in het Oude Testament verklaren die van de Heer spreekt, maar wanneer zij in het Nieuwe Testament aangehaald wordt, dan hebben zij direct op Jezus van Nazareth, de Messias, betrekking. Dat zal een vers zoals het volgende verklaren. Dan zal plotseling naar zijn tempel komen de Heere naar wie jullie op zoek zijn. Namelijk de engel van het verbond naar wie een begeerte hebben. Malachi 3 vers 1. Wie kan dit anders zijn dan de Heere? We komen dus tot de gevolgtrekking dat alhoewel geen menselijk oog ooit God de Vader aanschouwd heeft, of kan aanschouwen, dat toch zijn Zoon, die deze de afstraling zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen is. Hebreeën 1 vers 3. De mens God waarlijk aanschouwd heeft. Want wie Jezus aanschouwt, aanschouwt God. Dan gaan we naar behoorlijk wat teksten kijken. Dat is heel belangrijk om dat verder aan te tonen. En ik raad u dan ook aan om deze geluidsdrager en deze dvd stop te zetten en dan uw Bijbel te openen en dan met mij de volgende teksten meelezen in uw eigen Bijbel. Ik lees ze met alle plezier voor, maar het is altijd beter als u in uw eigen Bijbel leest. Geef de Heilige Geest de kans om u van die prachtige mooie studie te overtuigen dat Jezus van Nazareth God is. Tekst nummer 1. Jesaja 40 vers 3 en 4. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht en het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. Jesaja. Dan gaan we kijken naar het Nieuwe Testament. Matthäus 3, vers 1 tot 3. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, zeide, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide, de stem van één die roept in de woestijn, let op, bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. In Lucas 1 vers 76, en gij kind, het gaat hier over Johannes de Doper, zult een profeet des Allerhoogste heten, want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren. Met andere woorden, hij ging uit voor het aangezicht van Jezus van Nazareth, de Messias. Waarom? Om zijn wegen te bereiden. Tekst nummer 2.
Jeremia 11, vers 20. Maar Heere, de Heerscharen, rechtvaardige rechter, die nieren en hart toetst, ik zal uw wraak aan hen zien, want op u heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Kijk bij Jeremia 17, vers 10. Ik, de Heere, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Dan gaan we kijken in Openbaring hoofdstuk 2, vers 18 en 23. En schrijf aan de engel der gemeente, de Thyatira, die zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Dan gaan we weer naar Jesaja, punt 3. Jesaja 60, vers 19. De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch bij maan, tot een schijnsel voor uw lichten. Maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot u luisteren. Dan gaan we kijken naar Lucas hoofdstuk 2 vers 30 tot 32. Simeon die spreekt aangaande het kindje Jezus het volgende. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren, licht tot openbaring voor de heidenen, en heerlijkheid voor uw volk Israël. Punt 4. Jesaja 8 vers 13 en 14. De Heere der Heerscharen, hem zult gij achten, en hij moet het voorwerp van uw vrees zijn, en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal hij tot een heiligdom zijn, en tot een steen waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een klapnet en tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. Dan gaan we naar 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 7 en 8. U dan, die gelooft, geldt dit kostbaar. Maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar voor hen die zich daaraan in ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Punt 5. Jesaja 45 vers 22 en 23. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mezelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan en een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zich zal buigen, bij mij elke tong zal zweren. Zacharia, punt 6. Zacharia 12 vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en de gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als een rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Nou kijken we in de Evangelie van Johannes, hoofdstuk 19. Vers 34 tot 37. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft, want dit is geschied, opdat het schriftwoord vervuld worden. Geen been van hem zal verbrijzeld worden. En weder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Punt 7. Malachi 3 vers 1. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Dan kijken we weer naar Matthäus 11, vers 10. Deze is het, dus het gaat om de Heer Jezus,
van wie geschreven staat, zie, ik zet mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. Genesis 14, vers 19, punt nummer 8. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham door God de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Deuteronomium 10, vers 14, zie, van de Heer uw God is de hemel, ja, de hemel der hemelen en de aarde en alles wat daarop is. Nou kijken we verder in Johannes 3, vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Later zegt de Heer Jezus, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Handelingen 10, vers 36. Naar het woord dat hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls, om de vrede te verkondigen door Jezus de Messias, deze is aller Heer. Punt 9. Lees we Psalm 102, vers 25 tot 28, met Hebreeën 1, vers 10 tot 12. Dan gaan we naar punt 10. Lees Jesaja 6, vers 1, 3 en vers 10. In het sterfjaar van Uzia, zag ik de Heere zitten op een hoge en een verheven troon, en zijn zomen vulden de tempel. En de ene riep luid de andere toe, heilig, heilig is de Heere, de Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Maak het hart van het volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dicht, kleven, opdat zij met zijn ogen niet zien en met zijn oren niet horen, en omdat zijn hart niet verstaat, zodat ze zich niet bekeren en genezen worden. Vergelijk dit met Johannes 12, vers 37 tot 41. En hij ging heen en verborg zich voor hen. Hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, zodat ze niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren. En ik hen genezen. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Hij sprak van Jezus van Nazareth. Puntje 11, nummer 21, vers 6 en 7. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide, wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegdoet. En toen bad Mozes ten gunsten van het volk. Dan gaan we eens kijken in 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 9. Daar zegt Paulus, en laten wij de Heere niet verzoeken zoals ze sommigen van hen deden en ze kwamen om door de slang. Punt 12, Psalm 23, vers 1. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dan kijken we naar Jesaja hoofdstuk 40, vers 10 en 11. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zachtens leiden. Nou kijken we in Johannes 10, vers 11. Hier Jezus zegt, ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Dus in het Oude Testament is de Heere de goede herder. En in het Nieuwe Testament is dat Jezus van Nazareth. In Malachi 3 vers 6 en Hebreeën 13 vers 8 krijg je dus dezelfde vergelijking. Kijk maar naar punt 13. Vergelijk ook Ezechiël 34, vers 11, 12 en vers 18 met Lucas 19, vers 10.
In het Oude Testament was dit de Heere, met een hoofdletter, die zoekt en redt wat verloren was. En in het Nieuwe Testament is dat Jezus van Nazareth. Er zijn zo ontzettend veel teksten op te noemen dat dit te lang zal zijn voor deze studie. Maar ik wil ze toch noemen. Want de wijze waarop de Vader en de Zoon Jezus de Christus in de Godheid samen verbonden zijn, is ontzettend belangrijk, want die Jehovah's getuigen geloven namelijk niet dat de Heer Jezus God is. En zo zijn er nog andere sekten die dat ook hebben. Daarom zeg ik, lees de volgende teksten in uw Bijbel. Ik zal dit boekje even laten zien, wat ik dus nou waar ik het uit voorlees, dat boekje. Dat kunt u bij ons krijgen, Jezus van Nazareth, wie is hij? En dat boekje heb ik niet zelf geschreven. Dat is geschreven door mijn Bijbelleraar, pastoor F.W.C. Neeser in Zuid-Afrika. En dat heb ik jaren geleden vertaald en ingestudeerd. En dat boekje is me zeer dierbaar, zodat alles wat hierin staat, heb ik mijn eigen gemaakt. En daarom dat ik het ook met verven aan u brengt. Dat boekje is bij ons te bestellen. Ecclesia Evangelicorps. www, daarvoor natuurlijk. Of u kunt via de e-mail ons adres vinden. U schrijft en wij sturen u dat toe als u wenst. Het is een kostbaar boek, niet qua in geld uit te drukken, maar in waarde is het een kostbaar boek. Waardoor u zelf op uw gemak al deze teksten die ik zo graag zou willen voorlezen. Maar nogmaals, de tijd ontbreekt ons. Dus in 2 Korintiërs 13 vers 13 en dan vergelijk je Matthäus 28 vers 19, 1 Thessalonicenzen 3 vers 11 met 1 Korinthe 12. En zo zijn er heel veel teksten genoemd waarin staat wat er gesproken wordt over wij, dus mijn vader en ik. En let op, Jezus zegt geloof ook in mij. Dus geloof in de Vader, maar geloof ook in mij. Dat komt overeen met Jeremia 17 vers 5 tot 7, maar ook in Openbaring 7 vers 10. De volgende gevolgtrekking maken we nu. Dus de naam van Jezus de Christus wordt met die van God de Vader in veel schriftgedeelten genoemd op een wijze die onmogelijk zal zijn om te doen met de naam van enig ander wezen die niet God zelf was. Ontzettend belangrijk. Dan gaan we eens kijken naar de Godheid van Jezus Christus. We kijken naar dezelfde namen en titels als God. 1. Lucas 22 vers 70. De Zoon van God. Deze naam wordt aan Christus 40 keer gegeven. Dan worden de synoniemen uit uitdrukking zijn zoon, mijn zoon, dikwijls gebruikt. Dat deze naam de Godheid van Jezus Christus aanduidt, heeft, wordt door de volgende schriftgedeelte bewezen, namelijk in Johannes 5 vers 18. Hierom trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde, let op, en zich dus met God gelijk stelde. Punt 2. Vergelijk Openbaring 1 vers 17 met Jesaja 41 vers 4, hoofdstuk 44 vers 6. In Openbaring is dit Jezus Christus die de eerste en de laatste is. In Jesaja is dat de Heer van de Heerscharen die de eerste en de laatste is. En dus er kunnen dus geen twee eerste en geen twee laatste zijn die absoluut aan elkaar gelijk zijn. Punt 3. In Openbaring 22 vers 12, vers 13 en 16 is dit Jezus Christus die de Alfa en de Omega is. Het begin en het einde. In Openbaring 1 vers 8 volgens de oorspronkelijke vertaling is het de Heere God die de Alfa en de Omega is. Punt 4. In Handelingen 3 vers 14 spreekt Petrus van Jezus van Nazareth als de heilige en rechtvaardige.
In Hosea 11 vers 9 en vele andere verwante gedeelten is het God die de Heilige is. Punt 5. Malachi 3 vers 1, Lucas 2 vers 11, Handelingen 9 vers 17. Vergelijk Johannes 20 met 28 en Hebreeën 1 vers 10. De Heere, de naam of titel, wordt een paar honderd keer aan Jezus gegeven. De apostelen hebben geen twijfel gehad dat hij waarlijk de Heere was. Handelingen 13 vers 36 zegt dat zo. Jezus Christus, deze is aller Heer. Punt 7. 1 Korinthe 2 vers 8. Hier wordt Jezus van Nazareth gesproken als de Heer der Heerlijkheid. Terwijl in Psalm 24 vers 8 tot 10 het de Heere der Heerscharen is. Die erekoning is. The Lord of Glory in de Engelse Bijbel. Punt 8. Jesaja 9 vers 5. A. Wonderbaar. Vergelijk richting 13 vers 8. B. Sterke God. Eeuwige Vader. Wordt van Jezus gezegd. 9. Hebreeën 1 vers 8. God vergelijkt weer. Johannes 20 vers 28. Hier noemt Thomas Jezus van Nazareth mijn God. En Jezus heeft hem dit niet verweten, omdat hij dit niet eerder geloofd heeft. In Matthäus 1 vers 23 in punt 10. God met ons. Het gaat over Jezus. Punt 11. Titus 2 vers 13. De grote God en onze verlosser Jezus Christus. Punt 12. Romeinen 9 vers 5. Hunne zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Er zijn 16 namen die voor Christus gebruikt worden die zeer duidelijk de Godheid aanduiden in de Bijbel. Sommige over en over, zodat het totale aantal schriftplaatsen een paar honderd telt. Daarvoor is het zo ontzettend belangrijk, als je zo'n boekje in je bezit hebt en je wil heel gericht Bijbelstudie doen, dan is het belangrijk dat je het in je eigen Bijbel opzoekt en lekker rustig leest en overdenkt, zodat die Heilige Geest de kans krijgt om u daarin te onderwijzen. Want zo leert u, als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, hem beter kennen. En als u hem nog niet kent, gaat u hem leren kennen. Zodat die naam van Jezus lieflijk wordt in je mond en in je hart. En niet langer als een vloek wordt. We gaan kijken naar zijn goddelijke hoedanigheden. Punt 1. Zijn almacht. In Lucas 4 vers 39. Jezus van Nazareth heeft macht over ziekte. Dit is onderworpen aan zijn woord. In Matthäus 8 vers 26 en 27. Jezus van Nazareth heeft macht over de wind en de zee. En ze zijn onderworpen aan zijn woord. In Lucas 7 vers 14, Johannes 5 vers 25. De Zoon van God, Jezus van Nazareth, heeft macht over de dood. Dit is onderworpen aan zijn woord. Matthäus 8 vers 16 en Lucas 4 vers 35. Jezus van Nazareth, de Zoon van God, de Christus, heeft macht over duivels, demonen. Zij zijn onderworpen aan zijn woord. Efeze 1 vers 20 tot 23, Christus, Jezus van Nazareth, is ver boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Al de heerschappij van engelen en machten zijn aan hem onderworpen. Hebreeën 1 vers 3, de Zoon van God draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Gevolgtrekking. Jezus van Nazareth, de Christus, de Messias, de Gezalde, de Zoon van God, is almachtig. Halleluja! Nou kijken we naar zijn alwetendheid. Johannes 4 vers 16 tot 19. Jezus van Nazareth heeft het leven van de mens gekend, zelfs de geheimzinnigste dingen van hun levens. In Markus 2 vers 8, Lucas 5 vers 22, Johannes 2 vers 24. Jezus van Nazareth heeft de gedachten van de mens gekend. En hij heeft alle mensen gekend. Hij heeft alles geweten wat er in de mens omging. In 2 Kronieken 6 vers 30 en Jeremia 17 vers 9 en 10 wordt ons verteld dat God, de Heer, alleen de harten van de mensenkinderen kent.
Daarom moet Jezus van Nazareth God en Heer zijn. Johannes 6, vers 64. Jezus heeft vanaf het begin geweten dat Judas hem zou verraden. Niet alleen de mens zijn gedachten van dat ogenblik waren bij hem bekend, maar ook wat zij in de toekomst zouden denken of besluiten. Johannes 1, vers 48 en 49. Jezus heeft ook van de mens zijn doen en laten op een afstand geweten. Lucas 22, vers 10 tot 12. Johannes 13, vers 1. Lucas 5, 4 tot 6. Jezus heeft geweten wat er in de toekomst zou gebeuren, niet alleen voor zover dit de werken van God betreft, maar ook zelfs de handelswijze van mensen tot in de kleinste bijzonderheid en zelfs aangaande de vissen in de zee. Johannes 21, vers 17, hoofdstuk 16, vers 30, Colossenzen 2, vers 3. Jezus heeft alles geweten, in hem is verborgen alle schatten van wijsheid en kennis. Gevolgtrekking. Jezus, de Messias, de gezalfde, is dus alwetend. Toen Jezus, de Messias, zichzelf vernederd heeft om een mens te worden, heeft hij vrijwillig zijn godheid omsluierd en beoefend en beoefende van zijn goddelijke alwetendheid beperkt. Hij heeft alles afgelegd. U vindt het in Marcus 11, vers 12 tot 14 en Filippenzen 2, vers 7. Tot zover het eerste gedeelte over de studie Jezus van Nazareth. Hierin is al zoveel stof om na te denken, te overpeinzen en te bestuderen. En daar wens ik u alle wijsheid toe van die Jezus van Nazareth. En dat zijn Heilige Geest u daarbij zal helpen. Ik hoop hiermee met deze studie dat mijn volk, mijn Nederlandse volk en mijn broedervolk in Zuid-Afrika zullen genieten van deze studie om hun Heer en Verlosser beter te leren kennen, juist in een tijd van bittere geestelijke armoede waarin wij momenteel verkeren. Zodat er een opleving in u en mijn hart zal komen, zodat wij een waarachtig getuigenis afleggen van die vriend Jezus van Nazareth. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob u rijkelijk zegenen. Amen.